Goedenavond allemaal. Ik ben Monique Rook, directeur van het NIP en ik heet jullie allemaal van harte welkom bij dit NIP-webinar. Welkom aan alle leden en ook een warm welkom aan andere geïnteresseerden vanavond bij dit webinar over de wegwijzer wet en regelgeving in de gezondheidszorg. We zijn vanavond echt met heel veel. Fijn dat jullie er zijn. En misschien ben je er eigenlijk wel liever niet te veel mee bezig, wetten en regels in de gezondheidszorg. Je bent immers psycholoog en veel liever hou je je bezig met de inhoud van je vak en de patiënt die tegenover je zit. Maar de regels van je vak, zowel de beroepsethische normen als de wettelijke en andere regelgeving, zijn een onlosmakelijk onderdeel van de beroepsuitoefening. En je moet er dus goed van op de hoogte zijn. Je bent er zelfs op aanspreekbaar, bijvoorbeeld via tuchtrecht. Maar, en dat is ook bekend, zo makkelijk is dat niet. En de regels veranderen ook nog wel eens. En als NIP willen we jou daarom hierin ondersteunen. En dat doen we als beroepsvereniging van psychologen juist omdat we de kwaliteit van de beroepsuitoefening willen stimuleren en beschermen. Juist daarom ontwikkelden we, bovenop alles wat we al doen op dat vlak, deze wegwijzer, wet en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg. En vanuit die rol als NIP hebben we de wegwijzer ook openbaar toegankelijk gemaakt voor iedereen om van te leren, om naar te verwijzen, om te doseren in opleidingen, maar ook bijvoorbeeld voor cliënten, advocaten en leden van tuchtcolleges. Als NIP doen we overigens nog veel meer op dit thema en dat komt vanzelf ook deels aan bod in dit webinar. En mocht je daar nog meer over willen weten, kun je ook altijd terecht op onze site. Die komt helemaal aan het eind nog even in beeld. Vandaag gaan we dieper in op de wegwijzer en het gebruik ervan. Je ziet nu het programma in beeld. We vertellen er iets over, maar daarnaast doen we dat ook vooral heel levendig aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Een aantal veelgestelde vragen die tijdens ons wekelijkse spreekuur beroepsethiek naar boven komen. En op een moment als dit is het ook het moment om heel even stil te staan bij de prestatie van de werkgroep die de wegwijzer heeft gemaakt. Jullie zien een foto hier van ze. Ze staan er bijna allemaal op. En onze dank als NIP, waarbij ik ook spreek namens het algemeen bestuur van het NIP, gaat namelijk uit naar alle deelnemers aan de werkgroep en iedereen die aan de totstandkoming van de wegwijzer op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen. Volgens mij zijn bijna alle deelnemers van de werkgroep vandaag ook aanwezig in dit webinar. Deels als spreker en deels ook als toeschouwer. Dank ten eerste aan de voorzitter van de werkgroep, Jan Peters, voormalig voorzitter van ons college van toezicht. En dank aan de leden van de werkgroep, Lidwien Geertjes, Gerdien Schuitenmaker, Henk Geertsema en Kees-Jan van der Boom. Prachtig hoe jullie kennis van het werkveld, de praktijk en jullie kennis van de beroepsethiek en de juridische wet en regelgeving hierin samenkomt. En dank dat jullie al die uren als vrijwilligers hier aan besteed hebben. Voor en namens de beroepsgroep. Jullie zijn niet alleen lid van het NIP allemaal, maar jullie denken mee en doen mee vanuit verschillende rollen in de vereniging, nu en in het verleden. Dus nogmaals heel erg veel dank daarvoor, want leden als jullie maken echt de vereniging. En een hele grote dank ook aan de fantastische ondersteuning door Annemarie Smilde en Katrien Zetsma, die het meeste echte schrijfwerk hebben gedaan. En ook heel veel dank aan Rosalinde Visser en Maarten van Son, de laatste trouwens mist op de foto als adviseur. Jullie hebben echt met z'n allen geweldig werk geleverd. En dank aan iedereen daarnaast nog binnen het NIP die het gemaakt heeft tot het interactieve document wat het nu uiteindelijk geworden is. En die bijdraagt aan de verspreiding ervan. Duizendmaal dank dus. Nu even terug naar het webinar. We hebben vandaag drie experts voor jullie. En alle waren dus lid van de werkgroep. Die heeft gewerkt aan die totstandkoming van die wegwijzer. En vandaag zijn hier voor jullie Kees-Jan van der Boom, klinisch psycholoog en voorzitter van de Centrale Commissie Beroepsethische Zaken van het NIP. Henk Geertsema, gezondheidszorgpsycholoog en auteur en docent professionele ethiek. En Rosalinde Visser, senior stafmedewerker beroepsethiek van het NIP. Fijn dat jullie er zijn. Jullie komen ook in de volgorde die ik net noemde aan het woord. En tussendoor stel ik jullie vragen uit de Q&A. En voordat ik Kees-Jan het woord geef,
ga ik dus nou even door op hoe kan je nou vragen stellen vandaag. Want daar hebben we ook benoemd van tevoren. We vinden het heel fijn om jullie de gelegenheid te geven om vandaag je vragen te stellen. Dus als je vragen hebt, stel ze vooral tussendoor, misschien zelfs nu al, in de Q&A. Een aantal van die vragen komen tot mij en ik zal ze dan stellen aan Kees-Jan, Henk en Rosalinde. Dat zal ik tussendoor doen aan de betreffende spreker en helemaal aan het eind nog een keer aan alle drie de sprekers. Daarnaast kun je trouwens technische vragen in de chat stellen als iets niet werkt. Ons team achter de schermen beantwoordt die vragen zo goed als ze kunnen. We maken geen gebruik van de raise hand functie omdat we in een webinar modus zitten. Maar ja, dus nogmaals, stel je vragen vooral. We zijn met heel veel deelnemers vandaag, dus we kunnen ongetwijfeld niet iedere vraag beantwoorden. Maar ons team zit klaar om er een aantal uit te filteren die ik vervolgens aan de experts zal stellen. Met veel plezier geef ik nu eerst het woord aan Kees-Jan. Dank je, Monique. Dank met name ook voor de warme woorden richting de werkgroep. We hebben er met plezier aan gewerkt en ook voor ons was het een leerzame exercitie. En ik moet zeggen, het was een groot genoegen om het uiteindelijke resultaat te zien in die handzame en fraaie vormgeving. Dus alle lof voor de bureaumedewerkers die dit mogelijk maakten. Aan mij nu de gelegenheid om u allemaal mee te nemen in de achtergrond en totstandkoming van de wegwijzer. Waarom en hoe is de wegwijzer ontwikkeld en welke afwegingen hebben we daarin gemaakt? En die gedachtevorming die vond zijn oorsprong al enige jaren geleden. In elk geval nog voordat we bekend waren met termen als lockdowns, teststraten en groepsimmuniteit. En dat de wereld tussentijds even op zijn kop stond, heeft ons overigens niet belet om gestaag verder te werken. Dat voelden we ons verplicht aan u als toekomstige gebruiker. Wel nu, waarom is die wegwijzer ontstaan? Kort gezegd als antwoord op een waargenomen vraag. Professionals werkzaam in de gezondheidszorg die zien zich geconfronteerd met een woud van wetgeving. Een reeks van rechtsregels waarvan de wetgever heeft bepaald dat die dusdanig van belang zijn ter bescherming van diegenen die zich tot de zorg wenden. Dat dat niet kan worden overgelaten tot zelfregulering door het veld. En dat heeft geleid tot een misschien best inzichtelijk en samenhangend geheel, althans voor de juridische kenner. Maar voor de doorsnee zorgmedewerker is het eerder een ingewikkelde en ondoorzichtige puzzel. En onder de leden van de toenmalige psychologenvereniging merkten wij een sterke behoefte aan houvast en handvatten bij het leggen van die puzzelstukjes. En ook moesten we vaststellen dat het voor psychologen ontbrak aan een begrijpelijke toelichting of een vertaalslag van de zorgwetgeving. Dus dachten we, die gaan we even maken. En dat brengt ons bij de keuzes in de opzet van de wegwijzer. Dat is ook de volgende slide. Het was nadrukkelijk niet ons streven om te komen tot een page-turner voor aan het strand. In plaats daarvan zijn we uitgegaan van de kwesties en vragen die psychologen in het dagelijks werk tegenkomen. En we hebben het geheel eigenlijk bedoeld als een hulpmiddel en een naslagwerk voor de beantwoording van die vraagstukken. En wel zodanig dat het voor psychologen makkelijk toegankelijk, goed leesbaar en praktisch toepasbaar zou zijn. En ook hier in lijn hiermee hebben we er niet voor gekozen om voor een opeenvolgende behandeling van de verschillende wetten, zoals bijvoorbeeld de WGBO, de WKKGZ, de AVG. Wat ons beter geschikt leek, was een thematische indeling. En die indeling, daar kom ik zo nog op terug. Verder is het zo dat het NIP op deelonderwerpen die in de wegwijzer aan bod komen, al eerder handreikingen en adviezen heeft uitgebracht. Bijvoorbeeld over het gebruik van het ECD of EPD in de zorg,
of over het afgeven van verklaringen. In deze stukken hebben we ofwel geïntegreerd in de wegwijzer of we hebben ernaar verwezen voor nadere toelichting. En tenslotte, wat keuzes betreft, vonden we het belangrijk de juridische bepalingen niet losgezongen van verwante bepalingen uit de beroepscode te bespreken, maar om deze steeds waar van toepassing met elkaar te verbinden. En Henk gaat straks nog verder in op de verhouding tussen de code en de wetgeving. Wat zijn nu de thema's die u in de wegwijzer zult tegenkomen? Het begint met een inleidend hoofdstuk. Om de verschillende wet en regelgeving te plaatsen tegen de achtergrond van de hieraan ten grondslag liggende leidende principes. Dus leidende principes van de wet en regelgeving. In het hoofdstuk, of het hoofdstuk behandelt een aantal fundamentele begrippen van het gezondheidsrecht. Begrippen die u vaker tegenkomt en die helpen bij het begrijpen van de bedoeling en de samenhang van de zorgwetgeving. Voorbeelden hiervan zijn goede zorg en goed hulpverlenerschap, autonomie van de cliënt en professionele autonomie. En dat zijn ook allemaal begrippen, principes die sturing geven uiteindelijk aan het handelen van u als psycholoog. Vervolgens, dus na het inleidende hoofdstuk, treft u dan een zevental thema's die een grote rol spelen in het dagelijks handelen van psychologen in de gezondheidszorg. Thema's waarvan de werkgroep heeft gemeend dat u daarbij uitstek mee zult worstelen en waarvan het ook van belang is of waarvan u wordt geacht ervan op de hoogte te zijn. Dus dan hebben we het over zaken als de dossiervoering, over de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de behandelingsovereenkomst en over natuurlijk het beroepsgeheim en de informatieverstrekking aan diverse derden. Maar ook iets wat de laatste jaren steeds meer actueel is, richtlijnen bij digitale vormen van communicatie. Per hoofdstuk, grofweg gezegd, per thema dus, wordt dan beschreven welke wetgeving relevant is en wat ermee wordt beoogd. En dan vervolgens de algemene richtlijnen, de uitzonderingen, welke afwegingen de psycholoog moet maken. En ook niet onbelangrijk de zorgvuldigheidseisen die daar dan bij komen kijken. Kortom, u wordt dus in de wegwijzer enerzijds aan de hand genomen en anderzijds gewezen op de ruimte en de noodzaak tot het maken van eigen zorgvuldige afwegingen. Tot besluit, rest mij u toe te wensen de wegwijzer in het gebruik te gaan ervaren als een steun en toeverlaat, waarmee u als professional stevig beslagen ten ijs komt en de kwaliteit van uw beroepsuitoefening bevordert. En dan schakelen we nu, geloof ik, weer terug naar Monique. Ja, we gaan een kleine vragenronde doen, Kees-Jan. Er zijn nog niet heel veel vragen binnengekomen via de Q&A. Dus ten eerste, stel vooral je vragen in de Q&A, maar we hebben er wel een paar. Eén vraag is van een lid en die vraagt, die zegt, ik herken een heleboel van die onderwerpen, maar ik werk onder de jeugdzorg, onder de jeugdwet. Gaat de wegwijzer daar ook over? Ja, zeker. We hebben niet voor de jeugdzorg een apart hoofdstuk ingericht. Omdat we thematisch, zullen we zeggen, hebben ingedeeld. Maar de wegwijzer richt zich tot psychologen in alle settings van de gezondheidszorg. Dus niet alleen GGZ-instellingen bijvoorbeeld, maar ook vrijgevestigde praktijken, ziekenhuizen, revalidatiecentra. En waar dat dan relevant is, wordt bij een bepaald thema of wetgeving nog specifiek besproken hoe die wetgeving dan binnen die setting moet worden begrepen of toegepast. En zo ook voor de jeugdhulp. Ja. Verder raad ik collega's uit het kinder- en jeugdveld zeker aan ook kennis te nemen van andere handreikingen, waar NIP ook aan heeft meegewerkt, hè, zoals het
Kompas voor de jeugdhulp en jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, sorry. En dan is er nog een wegwijzer over toestemming voor jeugdhulp. Toestemming verkrijgen daarvoor. En dat komt ook weer terug in de wegwijzer, maar dat staat in dat stuk nog weer uitgebreider uitgewerkt. Dus het is zeker ook bedoeld kortom voor psychologen uit het jeugdzorgveld. De stukken die jij noemt, hè, Kees-Jan, die zijn allemaal via onze site ook te vinden. En als je moeite hebt om die te vinden, kan je ook altijd ons, als je lid bent van het NIP, in ieder geval ons informatiecentrum bellen of mailen. Terwijl jij aan het woord was, kwam er nog een vraag binnen, ook voor zo'n specifieke sector, namelijk de forensische GGZ. Ja, dus ik moet eerlijk zeggen, ik kan niet helemaal precies terughalen hoe we daarover hebben gesproken destijds. In ieder geval is de forensische setting toch weer vrij specifiek. Wat je niet helemaal zo makkelijk onder gezondheidszorg schaart. Dus we hebben verschillende settingen daar wel onder gezien. Maar de forensische sector verdient toch eigenlijk een aparte benadering. En ook om de omvang van de wegwijzer toch in zekere zin nog beperkt te houden. Dat is naar ieder eigen oordeel in hoeverre dat nu uiteindelijk gelukt is met het aantal pagina's. Maar hebben we toch ergens keuzes gemaakt. Maar ik denk vooral, dat weten de forensisch psychologen zelf ook wel, dat daar weer heel specifieke regelgeving geldt. Waarvoor, denk en daar zijn ook handreikingen voor. Wanneer het goed is om dat echt specifiek op je werkveld goed te kennen. Dus daar hebben we ons, anders gezegd, ook niet aan gewaagd in deze wegwijzer. Ja, nee, duidelijk, dank. En een andere vraag is, de beroepscode bijvoorbeeld, die wordt elke 5 tot 7 jaar gereviseerd. Hè? Jullie zijn nu ook weer bezig met een herziening daarvan. Wordt de wegwijzer ook periodiek bijgewerkt of gereviseerd? Daar zal het NIP zeker op toezien. Dat gaat zal wel op een iets andere manier gaan dan de herziening van de beroepscode. Die vindt zo een beetje tussen de vijf en tien jaar, om de 5 en 10 jaar plaats. En dat is een vrij uitgebreid proces, zoals die inderdaad dit jaar ook gaande is. Dat is een proces onder leiding van de BES en waar ook allerlei geledingen binnen het NIP betrokken worden. Maar de beroepscode, dat zal bij Henk straks ook nog wat terugkomen, die heeft toch een wat andere aard dan de wegwijzer. Dus het is ook echt een uitdrukking van onze identiteit als psychologen, wie wij willen zijn, hoe we willen dat anderen ons zien, wat anderen van psychologen kunnen verwachten. Dus het is een instrument van de vereniging van psychologen, waar we dus ook de hele vereniging bij betrekken. Dus we drukken er ook iets van de beroepsgroep zelf in uit. En bij de wegwijzer, die heeft een wat andere aard. Dus dan gaat het veel meer om de vertaalslag voor psychologen. En wet en regelgeving is toch wat meer aan verandering onderhevig. Of anders gezegd, de beroepscode is zodanig opgezet dat die ook wat meer robuust is tegen veranderingen in maatschappelijk opzicht, zal ik maar zeggen. Zo'n wegwijzer moet wel echt up-to-date worden gehouden. Dus dat wordt wel wat vaker gedaan. Dus u moet denken aan jaarlijks zoiets, denk ik. Dus dat zullen we ook borgen binnen de vereniging, maar dan meer met de inzet van, ter zake deskundigen. Ja, en ik kan je eigenlijk zelf op deze vraag ook aanvullen. Dit is ook een van de redenen waarom we gekozen hebben voor een digitale wegwijzer. En om hem niet zeg maar a priori te laten drukken. Zodat op de site staat altijd de laatste versie in elk geval. Die je dan kunt raadplegen. En let ook altijd goed op het versienummer en het jaartal, et cetera. En we zullen uiteraard ook communiceren wanneer er een herziening is geweest. Dank Kees-Jan. Tot zover even de vragen. Dan ga ik nu het woord geven aan Henk. Henk Geertsma. Ja, dankjewel Monique.
Ook hartelijk dank voor de hartelijke woorden die je richtte aan de werkgroep. Het was een plezier om daaraan te werken. Het was ook een veel grotere klus dan we gedacht hadden toen we eraan begonnen. Maar helemaal super trots als je ziet wat het geworden is en hoe mooi het door het bureau nou vormgegeven is. Dat is een echte grote beloning voor al het werk wat we daaraan hebben verricht. Maar goed, in mijn bijdrage wil ik het hebben over de verschillende documenten die we inmiddels hebben. Er zijn al een aantal wetten, die zijn ook al genoemd in het verhaal van Kees Jan. We hebben de beroepscode, we hebben de AST, we hebben allemaal richtlijnen, protocollen. Er zijn nog meer documenten te vinden op de website van het NIP. En is het nou zo dat we daar nog eentje aan toevoegen, namelijk de wegwijzer? Het wordt misschien wel een beetje onoverzichtelijk, zou je kunnen denken. Zoals Kees-Jan ook al min of meer had aangegeven, hebben we ook geprobeerd in de wegwijzer veel van die andere documenten mee te nemen en daarin samen te vatten. Dus ik hoop dat het wel met zich meebrengt dat het overzichtelijk blijft. Toch blijft er een verschil tussen enerzijds wetgeving en anderzijds ethiek, beroepsethiek. En daar wil ik nog een paar opmerkingen over maken. Mag ik naar de... Ja, dat is de volgende al. Er zijn diverse wetten die allemaal van belang zijn, zoals de WGBO... En allerlei andere, ze staan opgesomd in de wegwijzer, dus dat ga ik niet herhalen hier. Maar als je je nou eens afvraagt, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat vraagt die wetgeving nou van psychologen? Nou, in de eerste plaats onderstelt het dat we er kennis van hebben. Dat is gelijk natuurlijk al een beetje problematisch. Iedereen weet dat de Nederlandse burger geacht wordt de wet te kennen, maar dat is natuurlijk onbegonnen werk. En dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor ons als hulpverleners. Er zijn zoveel regels inmiddels geformuleerd, het niet zo makkelijk is om die allemaal tot je te nemen. En dat was dus een van de redenen om deze wegwijziger te gaan formuleren. Dus we hopen dat we daarmee eigenlijk voldoen aan deze eerste vereiste, namelijk weten wat er in de wet staat voor onze relevante werkgebieden. Daarnaast moeten we ons natuurlijk ook aan houden, want alleen je het maar weten is nog niet voldoende. En wat betekent nou eigenlijk houden aan? Ik denk als in de wet staat dat wij voor een rood stoplicht moeten stoppen en wachten tot het op groen springt voordat we oversteken, vraagt zo'n wet, zo'n regel eigenlijk gewoon van ons gehoorzaamheid. Je moet je eraan houden. En als dat niet zo is, dan kun je eventueel bekeurd worden. Geldt dat nou ook voor al deze regels? Voor een deel wel. Wij worden geacht die regels te kennen en ons eraan te houden. Als er in de WGBO staat dat wij de plicht hebben om mensen voor te lichten over onze diagnostische inzichten of over behandelmogelijkheden, dan is dat gewoon iets wat wij ook moeten doen. Dus je zou kunnen zeggen, wetgeving vraagt in de eerste plaats toch van ons door ons te gaan houden en dat in ons gedrag tot uiting te laten komen. Toch is dat misschien ook een beetje simpel gezegd, want er zijn ook regels in de wet, bijvoorbeeld dat wij verplicht zijn goede zorg te leveren of een goed hulpverlener te zijn. En dat is natuurlijk toch wat gecompliceerder dan wel of niet door het wachten voor het rode stoplicht. Dat zijn de zogenaamde open normen en daarvan heeft de wetgever gezegd, ja dat ga ik niet invullen, dat moet de beroepsgroep zelf doen. Dus daarmee ligt eigenlijk ook weer open wat wij als psychologen er onderling met elkaar over afspreken of wat wij vinden dat gangbaar is. En niet alleen wat wij afspreken, ook wat wij natuurlijk uit de wetenschappelijke literatuur halen, van de kennis die we daarin hebben opgedaan, hoe we die kunnen gebruiken in ons werk met cliënten en andere betrokkenen. Ik ga even terug naar de WGBO. Een van de wet waarin de patiëntenrechten geregeld zijn hier in Nederland. Een van de belangrijkste patiëntenrechten is natuurlijk het idee van de informed consent. Dat wil zeggen dat wij geen recht hebben om mensen te mogen behandelen. Mensen hebben het zelf het recht om onze informatie tot zich te nemen en op grond daarvan te beslissen of ze wel of niet een diagnostisch onderzoek willen doen, of ze wel of niet een therapie willen, of wat dan ook maar speelt op dat moment in de professionele relatie. En zo zijn er nog een paar van de patiëntenrechten. En eigenlijk zijn die allemaal voortgekomen uit het idee van de autonomie of het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt. Dat woord zelfbeschikkingsrecht staat niet in de wet, maar het is eigenlijk wel de waarde die erachter ligt. En als je dat realiseert, dan zie je ook dat ook in de wetgeving, dat niet alleen maar zomaar regels zijn, maar ook een uiting van
waarden die wij in onze samenleving van belang vinden en zo belangrijk vinden dat het via een democratisch proces, natuurlijk een ingewikkeld verhaal, maar via een democratisch proces in wetgeving uiteindelijk is neergelegd. En dat betekent dat wij natuurlijk dezelfde waarden en normen die we enerzijds in de wetgeving zien, anderzijds ook in de code terugvinden. En daar ligt ook een brug, zeg maar, tussen wat in wetgeving en wat in ethiek aan bod komt. En dan gaan we graag naar de volgende slide. Dan maak ik het overstapje van de wetgeving naar de ethiek. We hebben als beroepsgroep diverse documenten waarvan de beroepscode natuurlijk het allerbelangrijkste is en het hopelijk ook het meest bekende als het gaat om ethiek, beroepsethiek. Wat wordt van psychologen verwacht in ethisch opzicht? Of wat zijn de waarden en normen die wij als beroepsgroep hebben aanvaard en die wel in ons dagelijks werk tot uitdrukking proberen te brengen? Nou, ik hoop dat iedereen eigenlijk die beroepscode kent en weet hoe dat opgebouwd is. Er zijn 4 basisprincipes. Dan praten we over, ik pak het er even bij, verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Dat zijn 4 basisprincipes die ook nauw samenhangen met elkaar. Je kan ze vaak ook niet geïsoleerd beschouwen. Die vormen een soort pakket, zou je kunnen zeggen. En die zijn uitgewerkt in de rest van het hele boekje in de vormgeving van richtlijnen. Maar het is wel van belang om altijd te blijven zien dat die richtlijnen ook weer uitdrukking zijn van die basisprincipes. Dat het bijvoorbeeld het informeren van de cliënt over wat mogelijk is, dat dat een vorm van respect is. En dat wij ook tegelijkertijd onze deskundigheidsgrens in de gaten moeten blijven houden, dat we niet over onze deskundigheid heen gaan en dingen beweren waarvan we eigenlijk niet goed weten of het wel zo is. Dus die hele beroepscode is opgebouwd uit basisprincipes en daaruit voortvloeiende richtlijnen. Vraagt dat nou ook gehoorzaamheid, zoals met het rode stoplicht? Nou, in principe niet. Tegelijkertijd is het ook niet vrijblijvend. De beroepscode is eigenlijk met deze principes en die richtlijnen bedoeld als een ondersteuning voor de ethische beslissingen die wij in ons dagelijks werk ook met onze cliënten maken. Hoe ga ik ze informeren? Hoeveel dingen moeten bijvoorbeeld aan bod komen? Hoe regel ik een teruggavegesprek? Hoe evalueer ik mijn therapie? En daar zijn allemaal elementen van die beroepsethiek die daarin een rol spelen. En de beroepscode is eigenlijk bedoeld als een hulpmiddel om daaraan vorm te kunnen geven. En daarmee verschilt het toch een beetje van, of ten principale in mijn ogen, ook van wetsregels die eigenlijk vooral vragen om gehoorzaamheid, dat we er ons aan houden. In het verlengde van de beroepscode hebben we inmiddels ook bijvoorbeeld de AST, of het standaard testgebruik. Er zijn andere documenten, ook allemaal te vinden op de website van het NIP, die eigenlijk ook uitwerkingen van die beroepsethiek en van de beroepscode zijn op verschillende onderwerpen of verschillende werkvelden. Daar is altijd ruimte voor meer. Zoals Kees-Jan net al aangaf, het zou bijvoorbeeld in mijn ogen ook voor de hand liggend zijn dat er op het gebied van de forensische psychologie ook een wat uitgebreidere document komt, waarin het specifieke van dat werkveld ook beter benoemd wordt. Maar belangrijk is om vooral die uitgangspunten helder te houden. En ook in het onderwijs wat ik erover geef, probeer ik dat altijd te benadrukken. Omdat als je die principes je goed hebt eigen gemaakt, dan zie je ook gauw de logica van allerlei regels, richtlijnen die daarop gebaseerd zijn. Dit hele verhaal is ook van belang voor als je geacht wordt verantwoording af te leggen over wat je gedaan hebt. Verantwoording afleggen is denk ik ook een basiskenmerk van de beroepshouding van psychologen. Wij moeten allemaal, afhankelijk van de situaties, maar bijvoorbeeld zeker in het tuchtrecht, bereid zijn om verantwoording af te leggen van wat wij hebben gedaan in ons werk als psychologen. En dan ga ik naar de laatste slide. Dat hele pakket van al die documenten, al die regels die er zijn en al die principes en die uitwerkingen bij elkaar, die vormen wat we dan noemen een professionele standaard. En lees nou even met me mee, want zo staat het ook in de wegwijzer. Die professionele standaard is het geheel van de normen dat voor een bepaalde beroepsgroep geldt. In ons geval dus voor de psychologen. Het is een kapstok waaraan de algemeen aanvaarde normen van goed kwalitatief beroepsmatig handelen van de GZ-psycholoog zijn opgehangen. En binnen die professionele standaarden kunnen 2 categorieën normen van elkaar worden onderscheiden. De vakinhoudelijke normen die zijn opgesteld door de beroepsgroep.
bijvoorbeeld wetenschappelijke richtlijnen. Daar zijn ook hele wetenschappelijke literatuur natuurlijk in verwerkt. Maar ook de beroepscode. Ook dat is in onze eigen beroepsgroep tot stand gekomen. En daarnaast de normen die voortvloeien uit de wet en regelgeving zoals cliëntenrechten. En zoals die dus allemaal in de wegwijzer verwoord staan. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat dit hele pakket bij elkaar de professionele standaard is waar wij ons als psycholoog geacht wordt aan te houden. En waarover, als het nodig is, wij ook verantwoording moeten kunnen afleggen. Dus in het licht van al deze documenten, regelgeving en ethische principes. Ja, het is een beetje een abstract verhaal, maar het is een belangrijke achtergrond, denk ik, van wat er allemaal gedaan is, zowel in de beroepscode als aan de wegwijzer. Monique, terug naar jou. Ja, Henk, ik hoor het enthousiasme in jouw stem over dat geheel van de professionele standaard. Maar niet iedereen deelt dat enthousiasme. En er zijn mensen die zich ook wat bezorgder om maken. Die zeggen, ja, allemaal goed en wel dat hele pakket, normenpakket, eisenpakket, eigenlijk waar we onszelf als psychologen op vastleggen. Maar maken we daarmee de weg niet vrij voor verzekeraars en iedereen om ons daar weer op af te rekenen? Hoe kijk jij daarnaar, Henk? Ja, kijk, afrekenen veronderstelt natuurlijk al een bepaalde insteek. Zoals ik al zei, al deze regels zijn niet vrijblijvend. En ik denk als we nagaan naar die eerste groep regels die wij hebben zelf met elkaar hebben samengesteld. Ik denk dat wij daar ontzettend veel steun aan hebben. Bijvoorbeeld de wetenschappelijke richtlijnen. Het is onmogelijk voor iedereen om de wetenschappelijke literatuur bij te houden. En daarom zijn die samengevat door deskundigen en praktijkmensen en neergelegd in protocollen en richtlijnen. Dat helpt enorm. Maar tegelijkertijd betekent dat ook dat wij ons daarvan kennis van moeten nemen en ons daar ook in principe aan houden. Je mag ervan afwijken uiteraard als dat nodig is, maar dat moet je kunnen verantwoorden. Ja, is dat een afrekencultuur? In mijn ogen niet direct, althans daar is het niet om begonnen. Ik moet eerlijk zeggen, het kan soms misschien wel zo door buitenstaanders zo gebruikt worden. Daar zijn ook voorbeelden van bekend, daar gaan we nou misschien maar niet op in, maar het is wel een tendens die we soms in onze samenleving her en der te zien is. Daar waar je regels hebt, kunnen die verschillende kanten uit gebruikt worden. Er zijn ook wel voorbeelden van eigenlijk waar je de normen juist kunt gebruiken, ook als een beetje een panzer juist tegen al die inmenging van buitenaf. Tenminste, dat hoor ik ook wel eens terug. Hoor je dat ook terug? Op die manier? Dat is zeker ook het geval. Ik ben ook lid van het College van Toezicht. En als je soms hoort dat mensen die verantwoording dus afleggen van wat ze gedaan hebben, hoe zij soms met die normen omgaan, dan denk je, ja, dat heb je jezelf misschien ook een beetje in de nesten gewerkt door je daar toch onvoldoende rekenschap van te geven. Terwijl het publiek daar wel recht op heeft. Onze cliëntele, die heeft daar wel recht op in mijn ogen. Ja. Dus ik heb ook nog een vraag gekregen. Sorry. Dus het biedt ook zeker een zekere bescherming, ja. Ik heb ook nog een vraag gekregen die eigenlijk een beetje in het verlengde van de vragen die net waren, van over de toepassing van de wegwijzer. Iemand die vraagt, ik geef als gedragskundige geen behandeling in het kader van de zorgverzekeringswet of zo. Is die dan ook op mij van toepassing, die wegwijzer? Ja, ik denk, kijk, de wegwijzer is in principe voor iedereen die in de gezondheidszorg werkt. Ja. En ik ken natuurlijk de achtergrond van deze vraagsteller niet, dus daar kan ik eigenlijk niks over zeggen, in hoeverre dat wel of niet zo terecht is. Maar zoals Kees-Jan ook al aangaf, bijvoorbeeld de forensische psychologie, daarin zie je ook dat het eigenlijk een combinatie is van verschillende terreinen. Daar spelen natuurlijk allerlei gerechtelijke procedures ook een hele belangrijke rol. Maar het is ook vaak een stukje gezondheidszorg. Dus de focus ligt op de gezondheidszorg. Ja. Dank, ja. Er is ook nog een vraag die kan ik beantwoorden. Die vroeg namelijk, is die wegwijzer eigenlijk al beschikbaar? En het antwoord is natuurlijk, ja zeker. Hij is beschikbaar via onze website. Aan het eind komt die website ook nog in beeld. Maar daar kan je gewoon naartoe en dan vind je hem eigenlijk onmiddellijk, want hij staat gelinkt op de voorpagina. Dank Henk voor je bijdrage. Ik wil nu graag het woord geven aan Rosalinde Visser, stafmedewerker beroepsethiek bij het NIP. Ja, dank Monique. Even wat meer praktisch gerichte invalshoek. Veel gestelde vragen. Nou, die komen natuurlijk ook altijd in het spreekuur aan de orde. Maar niet geheel verrassend.
Die vinden ook nu gelukkig een basis in de wegwijzer. En ik heb bij al die verschillende vragen die we zo even met elkaar zullen bekijken, ook de vindplaats in de wegwijzer genoemd. Dus dat is zeker aanleiding om die nog eens even erbij te pakken. Zo is die ook bedoeld. Van kan ik daar iets over vinden? En ja, naslagwerk. Dus bij de eerste vraag kunnen we daar meteen induiken. Over de vraag of ik een verklaring op verzoek van de cliënt mag afgeven. En daarvoor wil ik graag de volgende slide in beeld. Ja, dat wordt nogal eens in de praktijk ook gedaan. En helaas komt die situatie ook wel relatief veel voor in het tuchtrecht. En dat is een van de redenen waarom die ook in de wegwijzer is opgenomen. Omdat het de psycholoog kwetsbaar kan maken. Nou, gelukkig niet iedere psycholoog. Dus mag ik het doen als psycholoog? Is in wezen ja, maar het hangt helemaal van de context af en vooral de rol die je als psycholoog inneemt, of dat beroepsethisch en tuchtrechtelijk verantwoord is. Nou hadden we al jaren eerder op de NIP-site ook een dringend advies aan onze leden die als behandelend psycholoog werken, om dat niet te doen. En daar zijn een aantal belangrijke redenen voor en die staan ook in de wegwijzer besproken. Maar die rol is wel een hele essentiële, want de rol van behandelaar brengt mee dat je aan een doel werkt, aan een behandeldoel. En een verklaring, die overigens in de beroepscode niet letterlijk is opgenomen, maar wel door de tuchtcolleges bijvoorbeeld als een vorm van rapportage wordt beschouwd, en die is heel belangrijk, levert een probleem op omdat je in de vorm van een verklaring eigenlijk een rol van beoordelaar aanneemt. Je geeft bijvoorbeeld het oordeel op papier omdat je cliënt in een rechtszaak betrokken is. Die zegt, wil je voor mij nou eigenlijk alsjeblieft eens opschrijven dat ik echt wel goed in staat ben om voor mijn kinderen te zorgen. Maar je hebt cliënt behandeld voor een hulpvraag. En dat is niet hetzelfde als een onafhankelijk oordeel, op wetenschappelijke manier verantwoord tot stand gekomen, zoals je dat in een rapportage zou doen, om daar dus een oordeel over te vormen. En dat komt nog veel te veel voor in het tuchtrecht, zo zelfs dat tuchtrechters ook het NIP op enig moment hebben gesmeekt bijna om te zeggen, doe hier iets aan, want de beroepsgroep moet hier echt meer van doordrongen zijn. Dus vandaar dat dit ook te vinden is in de wegwijzer en zelfs op meerdere plekken. Dat geeft ook al het belang aan van dat risico dat je anders zou lopen, maar ook wel in het belang van je cliënt, want die kan daar in principe natuurlijk eigenlijk om vragen en zou blij kunnen zijn met het resultaat. Bijvoorbeeld om in te brengen in een rechtszaak. Maar uiteindelijk zou het ook een negatief effect kunnen hebben op de behandelrelatie. En dat is natuurlijk helemaal niet in het belang van de cliënt. Want de uitkomst van de verklaring van de psycholoog kan bijvoorbeeld teleurstellen. Of niet het gewenste resultaat hebben. En dan zou de cliënt eigenlijk om die reden misschien ook minder vertrouwen in de behandeling kunnen stellen. En dat is jammer. Want dan ben je dus de vertrouwensrelatie kwijt. En ook het behandeldoel, en dat is niet in het belang van de cliënt. Dus sla de wegwijzer hier graag eens keer op na en wees je bewust ook van het risico wat het oplevert. Dat kan ook zijn dat je zou zeggen, nou, de problematiek van de cliënt, bijvoorbeeld als het gaat om verzuim, die is toch vooral te wijten aan het gedrag van de werkgever. Dat soort zaken komen op papier en dan moet je eigenlijk achteraf tot de conclusie komen, dat je de werkgever eigenlijk helemaal niet kent. Niet gesproken hebt. Niet onderzocht hebt en beoordeeld hebt. En dus eigenlijk ook niet zomaar een mening van de cliënt kunt weergeven. Een volgend voorbeeld, ook zeer actueel, blijvend actueel kan ik wel zeggen. En de vorige sprekers noemden al dat juist over deze onderwerpen op de website van de NIP al meerdere wegwijzers zelfs zijn verschenen. Juist omdat dat zoveel knelpunten in de praktijk oplevert. Per definitie zou je eigenlijk kunnen zeggen, heb je als psycholoog bij minderjarige cliënten te maken met twee ouders met gezag. Dat is ook het uitgangspunt. Ook na scheiding is dat de hoofdregel. Tenzij de rechter bijvoorbeeld een andere beslissing daar hebben genomen. Ja, het adagium, de gevleugelde woorden zou je bijna zeggen van de andere ouder die niet in beeld is. Ja, wat betekent dat? Die heeft nog steeds gezag. En dat betekent dat je als behandelend psycholoog daarvan uit moet gaan. En je dus ook moet inspannen om die ouder om toestemming te vragen. En ook bij voorkeur ook te betrekken bij die behandeling.
dan kom je wel eens tegen dat de aanmeldende ouder dat niet wil. Soms zegt de minderjarige dat, al of niet, hè? Min of meer misschien wel geïnstrueerd door de aanmeldende ouder. En wat doe je dan? Ja, dan heb je dus een inspanningsverplichting, hè, om te zorgen dat je de contactgegevens toch opvraagt van de andere ouder. Je inspant, desnoods via een advocaat, hè, om te kijken van hoe kan ik contact zoeken met de andere ouder. Die inspanningen, die zijn ontzettend belangrijk om te kunnen laten zien. Dus leg die goed vast in je dossier. Hè, ook al zou het niet tot resultaat leiden, dan heb je in ieder geval laten zien dat je je voldoende hebt ingespannen. En ja, eigenlijk kun je ook wel de aanmeldende ouder erop wijzen dat het ook toch de verantwoordelijkheid is van beide ouders om te zorgen dat zij over de zorg en behandeling en de opvoeding van hun kinderen wel contact hebben. Hè, en belangrijke beslissingen gezamenlijk nemen. Nou staan er in de wegwijzer ook uitzonderingen genoemd. Hè, dus let daarop, soms leveren je inspanningen niet voldoende op. Dat kan, maar onderbouw het zorgvuldig. Dat geldt ook in de situatie dat je het gevoel zou krijgen, ja, heeft het nog wel zin om die behandeling voor te zetten? Hè, ik merk dat mijn cliënt onregelmatig komt, soms ook niet op tijd afzegt. Hè, moet ik dan wel of niet een aanmaning sturen? Hè, toch iemand een factuur sturen? Of heeft dat alleen nog maar een negatieve effect op de therapietrouw? Mag ik dan die behandeling niet eens afsluiten? Hè, of zelf besluiten om die te beëindigen? Dat mag dus niet zomaar. He, daar zijn heel veel belangrijke zorgvuldigheidseisen in de wegwijzer opgenomen. En die komen voort uit de tuchtrechtspraak. He, wat kan ik nou zien als een gewichtige reden? Want eigenlijk de enige reden waaronder dat kan, is dat de psycholoog het eenzijdig de behandelingsovereenkomst beëindigt, is dat er een gewichtige reden is. Nou, daar zie je het samenspel in de professionele standaard. De wet zegt er iets over en de rechter werkt die criteria verder uit. En de code zegt er ook iets over, hè, dat de psycholoog wel tot dat oordeel kan komen, maar altijd in samenspraak met de cliënt. En zorgvuldig, hè, dus bekijk die zorgvuldige eisen goed, hè, want het kan niet over één nacht ijs. Hè, je zult het vaker bij de cliënt moeten aankaarten, hem voorzien eventueel van een doorverwijzingsadvies als hij dat wil. Want zonder hulp kan de cliënt niet, maar de manier waarop, daar moet je goed over nadenken. Dus dat is een belangrijk onderdeel van het hoofdstuk over de behandelingsovereenkomst. Dan kunnen we naar de volgende vraag toe. En die hangt zowel samen met een belangrijk onderwerp als het delen van gegevens met andere hulpverleners. En ook heel specifiek betekent dat ook toegang verschaffen tot die andere hulpverleners in een EPD of een ECD. He, dus ook daar zie je dat dit onderwerp op meerdere plekken in de wegwijzer is opgenomen. Allemaal zeer behartenswaardig om kennis van te nemen. En wat in het spreekuur ook vaak blijkt, is dat juist het begrip wie is er nou eigenlijk rechtstreeks betrokken, wie mag ik als zodanig beschouwen? He, want ik werk in multidisciplinair verband, is dat dan voldoende? Daar staan veel zaken over opgenomen en dat is geen vanzelfsprekende zaak. He, je moet dus echt kunnen beoordelen of een andere hulpverlener wel degelijk rechtstreeks betrokken is met jouw psychologische, professionele bemoeienis. Dus dat kan met de behandeling zijn, het kan ook in consult zijn, het kan betrokken zijn bij onderzoek, maar het kan ook een verwijzer zijn, hè, die toch betrokken blijft bij de zorg, dezelfde zorg aan de cliënt. Nou, dat zijn verschillende mogelijkheden. Die kan de wet ook niet invullen voor die professional. Hè, dus daar zie je ook weer dat er de tuchtrechtspraak invulling geeft. De beroepscode doet dat op een bepaalde manier. En het is eigenlijk iets wat uiteindelijk toch neerkomt op het eigen oordeel van de psycholoog. Maar doe dat vooral ook in teamverband. Ja, juist omdat je steeds meer multidisciplinair werkt, is het goed om daar ook gezamenlijk vaststellingen over te doen. Omdat het uiteindelijk om het beroepsgeheim gaat. Dus heel essentieel. Persoonlijke werkaantekeningen, dat is een begrip dat door de jaren heen eigenlijk altijd nogal veel ruis vertoont. Ten eerste van wat moet ik als psycholoog daar nou precies onder verstaan? En als ik dat al weet, horen die dan bij het dossier? Nou, het woordje persoonlijk is hier essentieel in. Dat is namelijk de persoon van de psycholoog en niet de persoon van de cliënt. Dus die persoonlijke werkaantekeningen zijn echt de persoonlijke geheugensteuntjes, gedachtenstreepjes
kantlijn aantekeningen, zou je kunnen zeggen, van de psycholoog, om nog eens even na te denken. Hè, of om misschien nog eens even iemand te raadplegen. Of wat literatuur door te nemen. Die horen niet bij het dossier. En die moeten er eigenlijk ook niet opgenomen zijn. En dat is ook weer een probleem in de praktijk vaak met een ECD of een EPD. Dat het de psycholoog geen ruimte biedt om een kantlijn te maken. Hè, die je dus af kunt schermen van de inzage van de cliënt en van collega's. Want ze zijn niet bedoeld om in te zien. En ze zijn ook heel tijdelijk van aard. Dus je moet ze regelmatig bekijken. Zijn ze überhaupt nog relevant? Zo niet, dan moet ik ze vernietigen. Werkaantekeningen, ofwel ook gespreksaantekeningen genoemd, die horen dus wel bij het dossier. En dat is in de praktijk vaak een misverstand. Dus ook daar biedt de wegwijzer uitkomst met een duidelijke uitleg. En zoiets kan natuurlijk ook altijd voorgelegd worden in het spreekuur beroepsethiek, want daar is het voor. En dat waren de belangrijkste vragen eigenlijk op dit moment. Ja, dan kom ik er weer in, Rosalinde, want ondertussen worden er heel wat vragen gesteld. Dit vraagt heel wat van het team aan de achterkant om de specifieke vragen weer te koppelen aan jouw specifieke onderdelen die jij verteld hebt. Een vraag eigenlijk over dat laatste gedeelte is, veel psychologen werken in de GGZ met een open EPD. En de vraag is, betekent dat niet dat een psycholoog eigenlijk per definitie een soort vertrouwelijke optie in het EPD zou moeten hebben? Want anders kan een psycholoog niet goed delen welke informatie wel en niet gedeeld kan worden. Ja, dat is inderdaad een must. Hè. Dat wordt gewoon eigenlijk heel klip en klaar door de wetgever geëist in deze. En ook door de beroepscode. Maar je ziet, in de praktijk worden systemen aangekocht, hè, door directies, door managementteams, die vaak daar geen rekening mee houden. En daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan, even in de realiteit. Dus wat wij altijd adviseren is, ga nou als vakgroep het gesprek aan. Hè. Ja. Probeer dan nou te bevechten dat je zegt, als wij die ruimte niet hebben om af te schermen, en dat geldt niet alleen voor je persoonlijke werkaantekeningen, maar ook voor gegevens die je niet met anderen wilt delen of mag delen, maar die wel in het dossier thuishoren. Dus ga dat gesprek aan. Geloof niet meteen dat als de ICT-afdeling zegt dat het niet kan, dat het uitgesloten is. Hè, maar probeer daar toch gewoon het pleit voor te voeren, dat het ook anders jou in een moeilijke positie brengt. Want ja, je kunt je niet aan je geheimhoudingsplicht houden op die manier. En ook niet aan de wet. En dat is toch een lastig probleem. Ja, en ik denk als NIP proberen we ook wel vakgroepen in het land hierin te ondersteunen. Hè? En inderdaad, goed dat jij zegt ook van, dit is ook zeg maar zo'n voorbeeld van een beschermende kant van een norm van de beroepsgroep, dat je ook met z'n allen kunt zeggen, beste manager, beste bestuurder, dit is wat we in de beroepsgroep hebben afgesproken. En dat doen we om goede redenen. En die kunnen we ook heel goed uitleggen. Precies, daar maken we documenten voor, hè, om de leden zo bagage mee te geven, dat ze dat in het gesprek kunnen inbrengen. Ja, dank. Nog een andere vraag, eigenlijk van dezelfde aard. Mag een secretaresse in het MDO aantekeningen maken in het dossier van de cliënt? Dus eigenlijk mag de secretaresse in het dossier. Ja, dat is nou inderdaad iemand die behoort tot die kring van rechtstreeks betrokkenen. Maar daar ligt wel heel duidelijk een verantwoordelijkheid bij de psycholoog om dus ook de secretaresse ook te instrueren, hè, in de zin van, over de geheimhouding ten eerste, hè, natuurlijk. Dat is ook een afgeleide geheimhoudingsplicht. Maar een secretaresse of iemand van de financiële administratie bijvoorbeeld, die heeft ook toegang tot dat dossier, voor zover die dat nodig heeft voor zijn eigen taak. Dus in een MDO, hè, eigenlijk in plaats van de psycholoog zou je kunnen zeggen, gegevens vastleggen, dat kan als je maar goed samen ervan overtuigd bent dat je dat onder verantwoordelijkheid van de psycholoog doet. En daar moet je elkaar ook over aanspreken natuurlijk, als dat niet helemaal, hè, bijvoorbeeld zorgvuldig zou gebeuren. Op de meeste plekken wordt dat ook gelogd, hè? Het gebruik van het EPD en wie er dan op welk moment ingaat. Zeker, dat is te controleren achteraf. Ja. Nog een andere vraag is, er wordt in het document gesproken over de GZ-psycholoog. Geldt dit alles alleen voor de GZ-psycholoog? En misschien daar nog op aanhakend. Er zijn ook een aantal vragen in de chat van mensen die werkzaam zijn, bijvoorbeeld in een eigen praktijk als basispsycholoog, die dus feitelijk niet conform de wet en regelgeving SEC in de gezondheidszorg werken. Geldt daar de wegwijzer voor?
Ja, zeker. En gelukkig. Hè? Want de WGBO bijvoorbeeld, als eigenlijk belangrijkste wet in die hele wegwijzer, even ongenuanceerd gezegd, maar ik denk dat dat toch al de basis is, die geldt voor iemand die zich hulpverlener mag noemen. Dat is opmerkelijk. Hè? De WGBO spreekt dus niet over de arts, of ook niet over een bepaald beroep, exclusief. Dat wordt ook niet genoemd, maar... He, dus iedere behandelend psycholoog, he, dat zeggen we ook iets over in het voorwoord op de wegwijzer, he, die dus ook een universitair geschoold is en die werkzaam is als hulpverlener, die valt sowieso onder de WGBO en kan dus ook zijn voordeel doen met de wegwijzer. Zeker. Ja, dankjewel. Ik denk, ja, ik heb nog een andere vraag, ja. Die gaat over, ook een onderdeel in de wegwijzer, over de behandelingsovereenkomst. Mag je als psycholoog weigeren een behandelingsovereenkomst aan te gaan? Ja, dat is zeker het geval. En dat klinkt natuurlijk een beetje negatief, dat weigeren. Hè? Maar eigenlijk zegt de code ook het, misschien iets positiever. Dat de psycholoog ook eigenlijk alleen maar een professionele relatie aangaat. Nou, daar valt een behandelrelatie ook onder. Als hij dat professioneel en ethisch verantwoord vindt. He, met andere woorden, er moet ook een reëel behandeldoel te formuleren zijn. Het moet stroken met de deskundigheid van de psycholoog. He, die moet ook de grens van zijn deskundigheid bewaken. Dus dat is een soort positieve vertaling daarvan, dat daar ook een eigen professioneel oordeel aan ten grondslag ligt. He, dus als je zegt ook van, wij kunnen bijvoorbeeld als praktijk geen 24-uur zorg bieden. He, dus wij verwijzen iemand liever door naar een instelling die dat wel kan. Of die multidisciplinair werkt. Dat zijn hele verantwoorde inhoudelijke argumenten om niet op iedere hulpvraag in te hoeven gaan. Dat is dus niet op zichzelf een verplichting. Als je natuurlijk wel iets aangaat, een intakegesprek bijvoorbeeld, dan heb je wel degelijk een zorgplicht. Maar ook dan kun je nog samen met de cliënt besluiten dat je zou zeggen, eigenlijk bent u hier niet op de goede plek. De hulpvraag is bijvoorbeeld toch complexer dan in het begin leek, bijvoorbeeld. En de code zegt wel heel nadrukkelijk, hè, natuurlijk. Als je dat niet doet, moet je het wel goed kunnen uitleggen waarom dat is. En ook zorgen dat iemand voorzien wordt van een goed doorverwijzingsadvies, als hij dat wil. Dus zorgplicht, ja, die is er natuurlijk. Hè, maar die betekent niet dat je verplicht zou zijn om op iedere hulpvraag in te gaan. Ja, dank. Ik vind je antwoord helder. Ik kan het niet checken bij degene die de vraag stelde, maar dank. Nog een vraag waarvan ik ook zeker weet dat jij hem zult herkennen, ook uit je spreekuur. Wat te doen als normen onderling strijdig zijn of nou, als er een strijdigheid in ervaren wordt? Ja, dat kan. Dan is het eigenlijk, de code zegt daar ook wel iets over, hè, dat als dat nou zo is, hè, je bijvoorbeeld door een wet, een specifieke wet, bijvoorbeeld gedwongen zou zijn, hè, om je ergens aan een specifieke regel te houden, die bijvoorbeeld niet zou stroken op een bepaald punt met de beroepscode. Dat kan. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een gedwongen kader of iets dergelijks. Al zegt de code daar ook wel iets over, dat er natuurlijk specifieke wetten gelden waar je je aan moet houden. Dan zegt de code eigenlijk, ja, dan zul je toch die zwaarderwegende wet moeten volgen. Maar zorg dan in ieder geval dat je de rest van de beroepscode eigenlijk zoveel mogelijk blijft volgen. Dus je eigen afwegingen zijn altijd mogelijk. Maar heel erg belangrijk is, hè, ook om daarin niet kwetsbaar te zijn, om die ontzettend zorgvuldig te onderbouwen waarom je dat doet en met welk doel. Ja, dat hoor ik jou regelmatig terug zeggen. Hè? Die onderbouwing altijd goed... opschrijven waarom je iets wel of niet doet en hoe je het. Ja. Ja. Iemand vraagt ook met persoonlijke aantekeningen in het dossier. Dat was ook een van de onderdelen waar jij net op inging. Als je eigen aantekeningen maakt, behoort dat in het dossier van de cliënt of mag hier bijvoorbeeld geen naam in staan? Waar bewaar je het dan? Persoonlijke aantekeningen. Ja, als ze dus echt betrekking hebben op je eigen persoon als psycholoog, hè, want dat is wat eigenlijk het criterium voor die echt persoonlijke werkaantekeningen. Ja, dan moet je eigenlijk zorgen dat je in je dossier een afgeschermd deel hebt waarin je ze kunt vastleggen. Maar zoals we net zagen bij de EPD, dat is vaak het probleem, dat je dat niet kunt,
omdat het technisch niet uitvoerbaar zou zijn. Dus los van dat je daarop aan moet sturen, hè, bij de directie, ja, zou je eigenlijk noodgedwongen dan moeten kiezen om ze ergens anders op te slaan in een eigen beveiligd document. Of ja, heel ouderwets, op een, in een schriftje in een afgesloten la of kast. Ja, maar dat is eigenlijk niet, zou niet de bedoeling moeten zijn. He, jouw systeem moet jou die ruimte geven om dat te kunnen doen. Conform de wet. Heel simpel. Ja, ja, simpel gezegd, maar soms niet zo simpel te realiseren, nee, in grote instellingen. Nog een andere superspecifieke vraag eigenlijk. En dat gaat over als ouders ongehuwd zijn en daarna uit elkaar gaan, uit elkaar zijn gegaan, kan de vader geen gezag hebben, stelt deze persoon. Wat dan? Als een vader nooit gezag heeft gehad, hè, dat kan. Maar die regels zijn recent veranderd. En dat is namelijk dat wanneer de vader wel erkend heeft, dan is er gezag, dan heeft hij gezag. En dan is er geen tussenstap meer nodig dat de moeder het eens moet zijn met het aanvragen van het gezamenlijk gezag. Die stap is ertussen uitgevallen. Eigenlijk omdat de wetgever zegt, er zijn in de samenleving zoveel verschillende vormen van ouderschap, hè, dat we eigenlijk dat gezag meer bereikbaar, om het zo te zeggen, willen maken. Hè. Dus het feit dat iemand dan niet gehuwd is geweest en geen geregistreerd partnerschap heeft gehad, hè, daarvan zou je kunnen zeggen, ja, als er dan vroeger geen gezamenlijk gezag was afgesproken en ook bekrachtigd was, dan had iemand geen gezag. En vanaf 1 januari van dit jaar is erkenning daarvoor genoeg. En dat is ook terug te lezen in de wegwijzer. Ja, dankjewel, Rosalinde. Zullen we Henk en Kees-Jan er nog even bij halen? Zeker. Ik kijk even naar de technische ondersteuning of zij ook... Dan zijn we gezellig met z'n vieren, volgens mij, in beeld. Ja. We zijn er nog, hoor. Dus, Dat is mooi. Ik kan niet zien of jullie inmiddels al zichtbaar zijn voor het publiek. Ik ga uit van wel. Ik heb nog een hele specifieke vraag binnengekregen. Die gaat over het kwaliteitsstatuut. Wie zou ik daarover mogen aankijken? Of zal ik de vraag eerst stellen en dat jullie je vinger opsteken? Ja? Nou, gaan we dat doen. De vraag is, een klinisch psycholoog en een gezondheidszorgpsycholoog zijn allebei ZZP'er. Mag de klinisch psycholoog indicerend regiebehandelaar zijn en de GZ-psycholoog coördinerend regiebehandelaar? In de vraag wordt niet gesteld of ze vrij gevestigd zijn, maar ik neem aan als een ZZP'er in dienst dus bij een instelling. Mag dan de KP indicerend regiebehandelaar zijn en de GZ-psycholoog coördinerend behandelaar? Nou, Kees-Jan, wat is je antwoord? Ja, het kan zijn dat ik het helemaal verkeerd begrijp, maar dat kan gewoon. Ja. Maar misschien is de onderliggende vraag ook of als je ZZP'er bent of dat uitmaakt, maar dat maakt niks uit. Dus het gaat om de rol die je op je neemt en daarmee ook de verantwoordelijkheden, taken en verantwoordelijkheden die daarbij passen. Dat geldt voor alle hulpverleners binnen het kwaliteitsstatuut. En hoe je betaald wordt maakt eigenlijk niks uit. Nee. Nog iemand een aanvulling? Nee, ik denk duidelijk, hè? Ja. Nog een andere vraag die we als NIP in elk geval heel vaak ook krijgen. En dat is, gaat over de verantwoordelijkheid of de aansprakelijkheid. Dat zijn overigens weer twee verschillende dingen natuurlijk. Voor een masterpsycholoog in de gezondheidszorg, als die bij je in de praktijk werkt. In de vraag staat, zij staan onder werkbegeleiding van een gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, maar op casusniveau is er ook een regiebehandelaar of medebehandelaar. Als de regiebehandelaar bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist of een psychiater is, dus geen psycholoog, is de masterpsycholoog bij die casus de behandelaar en een gezondheidszorgpsycholoog de werkbegeleider. Wie moet of kan dan aangesproken worden? Ik denk dat de vraag is, wie is dan verantwoordelijk, CQ aansprakelijk? Ja. Henk, ik zie jou je hand opsteken. Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Kees-Jan ook, dus die kan misschien aansluiten. Ja, we kennen de wet BIG en daarin is het basisberoep voor de psychologen gedefinieerd als de gezondheidszorgpsycholoog, de GZ-psycholoog.
En in het hele gebouw verder, en daarna komt natuurlijk de specialisme, komt de masterpsycholoog, of wat ook vaak genoemd wordt, de basispsycholoog, komt natuurlijk eigenlijk niet voor. Desondanks werkt hij of zij op veel plekken in de gezondheidszorg. En er zijn allerlei regelingen voor. Ik denk dat het heel belangrijk is, juist ook voor de veiligheid van de masterpsycholoog, dat er goede regels zijn over de verantwoordelijkheid en onder wie die werkt en hoe die verantwoordelijkheden ingevuld worden. Dat kan werkbegeleiding zijn vanuit een meer ervaren collega. Dat zal in veel gevallen een GGZ-psycholoog zijn. Maar werkt hij binnen een team samen, dan is er natuurlijk ook een soort werkverband met de regiebehandelaar. Ik denk dat het van belang is dat het goed geregeld is en er ook goed op papier staat hoe dat werkt binnen die instelling. Kees-Jan, heb jij daar nog een aanvulling op of een ander gezichtspunt? Ja, een aanvulling. Ik hoorde ergens in de vraag wie is nu de verantwoordelijke of wie kan worden aangesproken. Maar dat zijn in ieder geval alle drie betrokkenen. Ieder op zijn eigen gebied en rol die hij op zich heeft genomen. Dus de masterpsycholoog is ook gehouden aan de beroepscode, ook aan de zaken die de wegwijzer naar voren komen. En de regiebehandelaar heeft nog weer een aantal extra taken, verantwoordelijkheden vanuit het kwaliteitsstatuut. En die zich ook weer richten tot de medebehandelaar om die dienstbijdrage te blijven monitoren en ook dienstdossiervoering. Dus dat gaat dan weer over die masterpsycholoog. En de werkbegeleider, dat ligt inderdaad zoals Henk zegt ook maar net aan wat die precies op zich neemt. Ja. Want het klinkt niet als een opleidingskader. Bijvoorbeeld een psycholoog in de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Dan is er de taak en de rollen van de werkbegeleider zijn wel omschreven. Dus dan weet je ook waar je verantwoordelijk en dus op aan te spreken bent. En in dit geval is het geen opleidingssituatie, maar wordt wel de term werkbegeleider gebruikt. Maar dat hangt dus af, zoals Henk noemde, van hoe je die invult. Als dat niet gaat over de zorg voor cliënten, dan neem je dus ook niet die verantwoordelijkheid op je, maar wel voor de begeleiding. Nou ja, dus het hangt er ook af van wat je afspreekt met elkaar. Maar spreek het goed af. Ja, en dit is inderdaad een onderwerp waar veel mensen, waar ze wel over twijfelen, zeg maar. Hè? Waar ik denk dat er best wel veel handreikingen al gedaan zijn en ook te vinden zijn op allerlei plekken. Maar ik weet dus dat we de vraag vaak krijgen. Maar dank voor jullie antwoord. Er is nog een andere vraag gesteld en dat gaat over de informatieverstrekking aan gemeentes over de behandeling van minderjarigen in de specialistische GGZ. De gemeente eist inhoudelijke informatie om een beschikking te willen verlengen. Als je ouders en cliënt vraagt, zullen zij zich snel verplicht voelen om toestemming te geven, omdat vervolg van de behandeling ervan afhangt. Er is eigenlijk geen sprake van vrijelijk gegeven toestemming. En als behandelaar voelt het ethisch niet altijd juist, los van hoe het juridisch precies zit. Maar je wil ook graag dat de behandeling doorgang kan vinden. Maar het gaat hier dus over minderjarigen. Ik neem aan onder de jeugdwet. Ja, dat gaat wel heel specifiek over de jeugdwet. Hè? Dus ik zou eigenlijk, zo'n vraag is dan denk ik ook wel goed op zijn plaats. Bijvoorbeeld in het spreekuur. He, en er zijn natuurlijk ook op de website van het NIP ook wel documenten over te vinden. Want dat is, ja, dat is toch wel heel specifiek inhoudelijk. He, ook, wat mag de gemeente precies opvragen? En wat betekent dat inderdaad voor de psycholoog? Maar in wezen is het een contract tussen gemeente en burger. He, dat wordt nog wel eens vergeten. Maar goed, de psycholoog zit er natuurlijk tussen als hulpverlener. En je mag dat met toestemming dan ook wel verstrekken. Maar er zijn toch regels voor die heel erg van belang zijn. Maar in de wegwijzer zo specifiek dat ze ook niet zijn opgenomen. Nee. Dankjewel. We zijn al een paar minuten over tijd met dit webinar. Zie ik tot mijn schrik. Dus ik denk dat dat tijd is dat we gaan afsluiten voor vanavond. Rest mij in ieder geval de sprekers van vandaag, Kees-Jan, Rosalind en Henk, enorm te bedanken voor hun bijdrage aan deze avond. En heel veel dank aan jullie allemaal thuis voor het bijwonen van dit webinar. Mocht je nog vragen hebben, ga vooral naar de website www.psynip.nl
En maak gebruik van de wegwijzer. We horen ook heel graag van jullie terug wat jullie ervan vinden, of het bruikbaar is. We horen het heel graag terug. Ben je lid van het NIP en heb je vragen over een van de onderwerpen die vandaag aan bod is gekomen, of tal van de andere vragen waar je mogelijk in de praktijk mee geconfronteerd wordt, bel dan onze informatiecentrum dat er specifiek is voor leden. Zij kunnen je heel vaak van een heel goed antwoord voorzien. En soms kunnen ze je ook op de rol zetten bij Rosalinde voor het spreekuur beroepsethiek. Superveel dank voor het kijken. Aan het eind van het webinar komt zo meteen nog komen een aantal enquêtevragen. Heel graag willen we jullie vragen om die in te vullen, want daar leren wij als NIP weer van. We geven bijna 100 webinars per jaar en we horen heel graag wat voor jullie werkt of niet werkt. Heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt aan de sprekers en tot ziens bij een volgend webinar. Fijne avond.